Hey mensen van MacTub Games, welkom bij een nieuwe Sleeping Dogs. Vandaag is het tijd voor een nieuwe auto. Daar gaan we mee beginnen. We gaan daarna wel kijken of er genoeg tijd is nog voor iets anders. Misschien een drugbus of zo. We gaan eerst een nieuwe auto, want ik denk dat ik genoeg geld heb. Mocht het niet zo zijn, ja, dan is dit geen aflevering. Ja, dan gaan we daar gewoon opnieuw beginnen. En dan, ja, dan is het allemaal voor niks geweest. Maar goed, als deze aflevering online staat, wat dus het geval is, betekent dat we een nieuwe auto kunnen kopen. Want anders was hij er niet geweest, zoals ik al zei. Dus gaan wij heel even, heel snel daar naartoe. Voor zo'n ontzettend coole wagen. Waar ik al een tijdje om zit te zeggen dat ik die wil hebben. Maar. Hoppakee. Goed, zodat je aan de kant sprong. Ah, ja. Politie. Mijn schuld niet. Hij woont niet aan de kant. Ben ik nog blij dat hier even al die mensen weg zijn. Oh. How about no? Nee, ik wil niet. Ga weg. Pest me nou niet, alsjeblieft, ouwe. Dag. Doei. Ah, wat een sikkel. Oh my god, wat een bitch ass motherfucker. Waarom staat het licht trouwens niet aan? Oh, omdat ik ze zeker kapot heb gereden. Dat heb je wel eens, hè? Oh ja, ik had ook nog een jarenbeeldje gevonden. Ik dacht zo heel even er naartoe te kunnen, maar dat kan niet. Nee, moet ik toch echt, Ah, nee. Shut the fuck up. Nee. Oké, dat wordt even een hele vervelende pokkenweg, maar dat maakt niet uit. Ik weet echt niet wat de fuck hier van me gevraagd wordt. Maar ga hier langs. Fuck this shit. Hey! Wegwezen! Oh, fucken. Ja, hartstikke leuk. Die drugbust kunnen we misschien nog doen. Als ik nog tijd over heb. Want dit ging toch sneller dan ik had gedacht. Het is niet hier, het is bij deze afslag. Gaan we even kijken voor een auto. Hoeveel die kost en hoeveel ik heb. Deze. Ja, we kunnen hem kopen. Wat kunnen we eigenlijk allemaal kopen? Deze. Oh, wacht. Dit is een andere. Can't purchase. Deze kan ik kopen. En deze kan ik kopen. Dan koop ik natuurlijk deze. Dan is dit mijn eerste klasse A-wagen. Fuck yeah. Fuck yeah. Dan gaan we nog even een paint. Want to purchase this item. Yes, I do. Yes, motherfucking I do. En dan gaan we eens even kijken. Races for classes A cars are now available. Dankjewel. Oh. Hey. Oh, dat is... Holy damn! Dat is een vet, hè? Welke hebben we nog meer? Zo gek! Hier zitten fucking nice. Wauw. Ik ben blij met deze wagen, nou al. En dit zijn ze nog niet allemaal. Welke hebben we allemaal nog meer, zeg? Ja, dit is even irritant voor jullie qua geluid, maar... Holy damn, holy damn, holy damn. En dan hebben we deze. We gaan eens even kijken welke ik de leukste vond. Deze vond ik heel vet. Maar ik geloof dat de volgende iets leuker is. Nou, die. Die. Zie heel eventjes. Holy damn. Hij is van mij, jongens. Ik hoef er geen met de jatten. Ik hoef niet meer in die blauwe B-wagen of C-wagen of whatever het was. Holy shit, holy damn, holy motherfucker. Wij gaan vandaag drugbust nog even een paar doen. Want die moet ik toch nog heel veel inhalen. De laatste minuut, hè. Waar zijn ze? Holy shit, ik ben blij met deze wagen, zeg. Jezus Christus, dit is vet. Ja, waar is het? Oh, hier gaan we dan doen. Moet hij wel even langs. Zo, ik kon niet racen. Gok dat hij hier is. Ja. Oh, daar zijn jullie allemaal. Laat ik eens even wat voor jullie hebben. Kom maar om de hoek. Holy shit, dat was er al één.
Daar is er nog één. Holy shit. Oh. Bot. Zo, daar is er nog één minder. Ik ben mijn hele nieuwe wagen al op mollen, maar dat maakt niet uit. En... waar ben je? Ah, daar. En dan gaan we... Dit is veel leuker, want wij hebben de ruimte om dit te doen. Oh, ik heb wel het licht hier even weggeslagen. Maar dat maakt niet uit, dat vinden jullie ook niet erg, wel? Deze had een slagersmes bij, oké. Zo, er waren het nog maar 11. Ik sla nog meer licht hieruit. Ik sla ze niet alleen uit het licht uit de ogen. Oh, oké. Okay. Dat was niet goed. Oh, Jezus, deze gaat snel om te controleren wat hij doet. Zo, dat is weer een minder. Het is makkelijk zo, zeg. Nou, kom hier, bitches. Bitches! Dat is weer een minder. Jezus Christus, dit gaat makkelijk zo, zeg. Nog 7. Nog 6. Gewoon eens een keer een frontale botsing en ze zijn uitgeschakeld. Dat is veel makkelijker toch? 5, 4, hoppakee. Drie. Holy shit. Nou, die laatste drie die slaan we wel even voor een bakkes. Want we hebben hier zat wapens ook liggen. Oh, hallo. Kom maar. Oh, hallo. Kom maar. Kom dan. Nee! Dacht het even niet. Motherfucker. Nou, wat hebben we hier allemaal, jongens? Daar heb ik een doos. Daar ga jij in. Toen moesten we er nog één. Jij gaat in de container. Die hebben we nog niet gehad. 1, 2. Hoppakee. En zo kom je vanzelf. Fuck je. Yeah. Hartstikke idee. Dan gaan we camera hacken. Want anders is het ook allemaal zo over niks geweest, hè. Dus dat is leuk. Het is makkelijk zo met zijn auto, zeg. 0, 1, 2, 3. 2 en 3 horen ergens anders. Dan gaan we de 2 en de 3 hier eens proberen. Terwijl we hier de 4 proberen. En hier de 5. Hoort de 2 misschien hier. En de 3 misschien hier. En dan hier misschien de 6. En hier de 7. Hier heb ik nog... ik heb 2 hier nog niet gehad. Ik heb 3 hier nog niet gehad. Dan gaan we hier voor 8... en hier voor 9. Jee, 3, 8, 9, 2. En dan moeten we nog naar huis toe. En waar is dat? Waar is huis? Waar is het dichtbijzijnste huis? Fuck, niet hier. Dan moeten we helemaal hierheen. Dat is de kosten. Dan ga ik kijken of ik hier mijn auto nog uit deze bult kan halen. Dat moet vast wel lukken. Hier ligt een heleboel messen. Die heb ik allemaal meegenomen. Lol. Oké. Zo. Waren dat nog eens een mooie shots? Of maar dat... nee, nee. Het was niet echt mooi. Je zag niks. Je zag niet waar je aan het kijken was.
Maar het is wel mijn eigen auto nu. Niet gestolen. En dat hoef ik ook niet meer te doen. Want dit is nou een klasse A-wagen. Naar mijn hart. Holy shit. Misschien dat ik als ik meer geld heb, dat ik nog duurdere wagens ga kopen. Maar waarschijnlijk niet. Want ik had geen zin om op de rest te wachten. En voor sommige kan ik ook nog niet aan. Omdat ik face level 6 geloof ik moet hebben daarvoor. En dat kan nog niet soms. Wel slipt deze heel wat meer. Maar dat is omdat hij ook weer sneller gaat. Snap ik dat ook wel. Met meer snelheid slip je waarschijnlijk ook wel meer, ja. Het zij zo, het is zo, er is niks aan te doen. Oké. Het is nog echt een heleboel zigzag. Why the fuck? Dat weet ik niet. Maar het is wel zo. Auw. Dat was niet cool. Ga zo naar de kant. Hier gaan we heel even netjes door. Langs de politie af. Motherfuckers, ik zie jullie de volgende keer. En dan kom ik jullie lekker even tegen jullie kant aan batsen. Want dat vinden jullie zo fijn, niet? Dat vinden jullie zo fijn als ik tegen jullie aan loop te knallen. Hè? Als ik jullie neus even op de muur druk. In plaats van op de feiten. Dat vinden ze helemaal niet erg. Hier kunnen we even zien. Dit is de snelheid van mijn fucking coole bak, hé. Woehoe! Dat was niet de bedoeling. Zo, moet er even langs. Die vent ging dwars door de deur heen. Dat klopt niet. Dat is niet hoe deze shit werkt. Zo werkt dat niet. Hoppakee. Gaan we weer met ons hoofd in het scherm zetten. Nu moeten we deze hebben. En daar hebben we er pas eentje. En dat is deze. Waar zitten ze? Wie is de onderhandelaar? Ik gok dat hij dat is. Maar ik zie er meer mannen in pak. Maar dat is degene die lijkt te onderhandelen. Ja, het is hem wel. Mooi. Waar komen ze vandaan? Oh, daar komt hij. Daar komen ze. Pak hem. Waar staat die ander dan op de achtergrond te doen als hij het als enige arresteert? The fuck. Oké. Weer een hoop cop experience. Die krijg ik zo echt het meeste. Dat vind ik zo handig. En je krijgt ook lekker veel geld voor die drugbus. Want ik zit nu alweer gewoon hier op 40 of 45.000. Maar ja. Ik vind het allemaal mooi. Ik vind het allemaal best. Ik vind het allemaal leuk. We gaan de volgende keer weer verder, denk ik. Of hoe lang duurt deze aflevering? Is het al te vroeg om af te sluiten? Nou, eigenlijk wel. Laten we nog even het jarenbeeldje terugbrengen. Wat we de vorige aflevering hebben gevonden. Ik heb nu ook een snelle wagen, dus het zal allemaal veel sneller gaan. Hallo meneer, u heeft net een bezem weggelegd. En u pakt nu. Ik pak even een nieuwe auto. Ik bedoel, ja. Dan kan ik hem ook meteen als eerste wagen zetten. Zodat als ik een lakei mijn auto laat brengen, dat hij ook die meebrengt. Wat ik me kunt geven is mijn Blast. Ook sowieso een fucking vette naam. De Blast is nu mijn wagen. Ik ga nu voor een nieuwe print. Deze. Deze had ik de vorige keer. Deze vond ik ook vet, die rode. Maar ik denk dat ik voor de eerste ga. Deze is ook wel vet. Ja, ik ga voor de eerste. Mooi. Doe wel iedere keer een andere, is wel leuk. Oké. Andere moet ik hebben. Die. Return the jadebeeldje. Jade statue. Jade statues moet daar teruggebracht worden. Hier kunnen we lekker even doorrammen met deze nieuwe Blast. He blasts away. He's blasting through. Hier. Ze voelen het zelfs als ik tegen ze aanknal. Alsof het gewoon een blast is in een fucking raid. Het is allemaal hartstikke fijn voor mij. Minder voor hun, maar dat boeit mij helemaal niks. Want wie geeft nou in hemelsnaam iets om die ander? Als je gewoon zelf een hele leuke tijd kan beleven in je blast. Ja, dacht ik ook ja. Ja, tuurlijk denk je dat aan jezelf. Au. Ik wil hier even in. Ik ga even die sprong doen. Woehoe! En dan nu, de sprong. Die kennen jullie van de eerste intro. Fuck yeah! Daar vind ik nog altijd hartstikke leuk om te doen. En vooral met zo'n snelle bak als deze is dat super geinig, super leuk, super gaaf. You know what? We gaan hem helpen.
Nee, weet je wat? Fuck jou. Ik ga je niet helpen. Ik help je de volgende keer wel. Ik zie wel of ik nooit ga helpen. Nu niet. Ah! Timer uitzetten en tegelijk dit doen is heel moeilijk. Nee, want dat duurt misschien langer. En de timer is, zoals jullie het net zagen, afgegaan. Dus ja. En ik wil eigenlijk niet meer dan 5 minuten uitlopen op sommige afleveringen. Wil ik liever niet. Vind ik niet zo fijn. Duurt ook anders langer met de uploaden. We gaan hier naar... Auw! Dat is niet cool. Ga weg! Nou rij ik kwart over je heen, omdat jij niet aan de kant gaat, maar gewoon leg van... Hier moet je springen, Michael. Dan plek je bij. Doe maar. Doe maar hier. Precies waar ik nu lig. En dan zeg ik... Alright, als jij dat wilt, dan doe ik dat. En dan knal ik keihard op je bakkers. En dat vind je niet fijn, maar dan had je maar niet erom moeten vragen. Ik sloop al mijn auto's. Maar dat maakt niet uit. Hoppakee. Ik heb de keep voor je, man. Ik heb de keep. Zal vaak ook blij mee zijn. Good. What did you do in the States? What makes you think I did anything different than what I'm doing now? You have the feel of a man wearing another man's skin. It fits very well. And yet, if one knows a man underneath, it clearly isn't right. What would you like to... Ik snap nog steeds niet wat die altijd lullen. Ik bedoel, geloof nou maar gewoon dat ik hier gewoon een hele aardige fan ben. En leer me gewoon de follow-up strike on stunt opponent hold B. Moet ik dan doen. Oké, dit doen we. We hebben er nog 3 te gaan. Holy shit, man. Die is leuk. Hoppakee. Ik vind die wel geinig. Ik voel me niet goed. Ik moet hem gewoon ingedrukt houden, meer niet. Up, up, bam. Hoe lang moet ik dit blijven doen? Oh, ik wou zeggen, doe ik het soms fout. Hoppakee. Blijven liggen jij. Auw. Deze muur. Ik wou stampen. Oké. Auw. Nee. Dat mag niet. Wat dan? Pakken. I will. Boksbal. Het is moeilijk om op die boksbal te staan. Oké. Weer een nieuwe. En ik vind hem best wel leuk. Dat op het moment dat zij neer zijn. Bam, bam, bam. Maak me daar helemaal af, jongen. Stunt grapple follow-up. Yeah. En daarmee gaan we de aflevering afsluiten vandaag. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op het duimpje omhoog. Abonneer. Laat een leuke reactie achter. Zijn. Tot de volgende keer bij Sleeping Dogs. Later. Doei. What are you thinking? Oh. What are you thinking? Oh. What are you thinking? Oh, what the fuck? Waarom ging je omlaag? Ik voel boven mijn hele choice niet. Oh.